Goedemiddag. Goedemiddag? Goedemiddag allemaal. Goedemiddag. Kom gauw zitten als je nog niet zit. Zoek een plek. Maak het je gemakkelijk. Zorg dat je in ieder geval twee mensen om je heen hebt. Dat is nuttig voor straks. Welkom allemaal. Goedemorgen. Goedemorgen nog steeds. Je zit hier dus niet bij Kate Raworth. Dat is duidelijk, toch? Ja, dus als je bij Kate Raworth wil zitten, ergens een deel van mij in mij wil eigenlijk bij Kate Raworth zitten. Mijn grote held, die is daar in die andere zaal. Als je daar moest zijn, moet je daar zijn. Ik ben hier. Ik blijf ook hier. Dat is handig. En als je... zijn er mensen die behoefte hebben aan vertaling? Let's say that in English. Are there people here that would love to have a translation? Stick your hand up, please. Because we have translators in the room. And if we don't need that, they won't whisper. They won't be whispering. Okay, so no translations. Goed, dan gaan we beginnen. Dankjewel. Welkom bij deze masterclass, zoals dat genoemd wordt. Vind ik altijd een beetje een naam wat mij een klein beetje, een beetje de spanning door het lijf jaagt. Maar we gaan het gewoon doen. Ik weet niet of je dit herkent, maar ik heb de laatste tijd wel vaker deze vraag in mijn hoofd. Dat nummer van Marvin Gaye, van 50 jaar terug ongeveer, what's going on? Nou ja, als je een beetje kijkt naar onrust in de samenleving, wereldwijd zelfs, op allerlei plekken, protesten van de jeugd, van allerlei mensen, klimaatprotesten, dichter bij huis, dit soort dingen, Zwarte Piet, milieu, nou, de bouwers, de XR, Extinction Rebellion, de boeren, de onderwijzers. Is er iets opgevallen? Sorry? Geen anti-covid. Juist. Weet je van wanneer deze beelden zijn? Van 4 jaar geleden. Ik heb ze geknipt en geplakt uit mijn vorige presentatie. En ik heb niet per se het idee dat het rustiger is geworden ondertussen. Jullie? Dus eigenlijk hebben we met elkaar wat te doen. Ja, we hebben wat te doen met elkaar. Je kwam zo 2 jaar lockdowns uit. Je merkte, dat was raar. Maar goed, gaan we terug naar business as usual? Er zijn zo wat dingen in de samenleving gaande. Neem zo'n ding. Klimaatverandering. Ik las vanochtend dat... eigenlijk dat we niet in staat zijn de juiste besluiten met elkaar te nemen. Omdat we eigenlijk niet het goede gesprek met elkaar voeren. Ik ga hem even toelichten. In de komende 10, 20 jaar moeten we in feite de hele energie-economie verbouwen, toch? Het moet allemaal naar hernieuwbaar. 100% hernieuwbaar voor 2050 als het goed is. En een net zero samenleving. Dat gaat nogal wat energie kosten. En hoe we dat nu doen, dus al die windmolens maken en zonnepanelen maken en batterijen maken, nou even los van alle gevolgen daarvan, is grotendeels met fossiele energie. Dus we moeten een enorme verbouwing plegen op de economie. Dat gaat heel veel energie kosten. Hoe doen we dat met fossiele energie? Want we hebben de hernieuwbare energie er niet voor. Dus we stellen ons niet de juiste vraag. Hoe gaan we de hele economie verbouwen zonder dat de klimaatverandering verergert, was eigenlijk deze stellingname. En ik vond hem eigenlijk heel inzichtelijk. Want de vraag die we ons eigenlijk moeten stellen, hoe gaan we ons leven grootscheeps veranderen, zodat we energie vrijmaken om die grootschalige verbouwing te doen? Die vraag wordt niet gesteld. Gaan we energie rationeren? Gaan we vliegen tijdelijk verbieden? Gaan we vooral even de economie even stilleggen, zoals we in corona tijdelijk hebben gedaan? We hebben daar geen antwoord op, omdat we ons die vragen niet stellen. Maar ja, we zitten wel in een soort van, zoals de Engelsen dat noemen, catch-22, of zijn het de Amerikanen.
Je kunt de economie niet grootschalig verbouwen zonder een hoop energie. En die energie is alleen maar uit fossiel te halen. Dus waar gaan we het vandaan halen zonder de klimaatverandering te vergen? Nou, dat al even als inleiding naar ja, deze werkwijze. Deep democracy. De juiste vragen stellen. Zorgen dat we alle perspectieven verzamelen. De wijsheid van de hele groep. Misschien zou je kunnen zeggen de hele samenleving. Gebruiken om grootse, belangrijke vraagstukken met elkaar te beantwoorden. Het kan ook kleine dingen zijn. In onze trainingen besluiten we gezamenlijk, diep democratisch, hoe lang gaan we lunchen. Maar het kunnen ook grote dingen zijn. We gaan even oefenen. Onze eerste diep democratische oefening. Je krijgt tijdens deze masterclass, hoop ik, drie tools aangereikt. Waarmee je aan de slag gaat. Maar hiermee krijg je alvast een klein beetje inzicht in ja, de methode, hoe het werkt. Ik moet even mijn speakbriefje erbij pakken. Ja. Ja, je gaat dus een besluit met jezelf nemen. Gezien de inleiding, wat ga jij veranderen? Ga je wel of niet meer vliegen? Ga je stoppen met vlees? Ga je minder shoppen? Ga je je leider aanspreken of je team aanspreken? We moeten eigenlijk toch veel meer doen hier. Of je gaat kiezen tussen twee opties. Ga ik deze zomer met de vliegtuig op vakantie? Of op een treinvakantie? Word ik vegetariër of gewoon toch maar flexitariër? Probeer gerelateerd aan die grote vraagstuk van klimaatverandering een besluit voor jezelf te formuleren, een dilemma. En ik ga je helpen dat besluit te nemen, op een diep democratische wijze. Dus je moet iets voor jezelf bedenken. Als je nog niks hebt, steek je hand op. Nou, probeer één ding te bedenken. Iets wat je zou kunnen veranderen. Iets waar je je invloed zou kunnen laten gelden. We gaan beginnen. Stel je voor, aan je linkerkant is optie A. Of waarom je het wel gaat doen. Aan je rechterkant is optie B. Of waarom je het niet gaat doen. Helder? Leun even naar links. Dat is heel leuk om te zien trouwens. Ja, dat is best grappig. Even vast, hou vast, hou vast. Aan je linkerkant is dus, blijf leunen, blijf geleund. Optie A, of waarom je het wel gaat doen. Wat zijn alle redenen, argumenten en andere gedachten die je hierbij hebt? Neem even een moment voor jezelf. En hoe voelt het in je lijf als je deze keuze maakt? En wat voor gevoelens horen erbij? Emoties. En hoe ziet het er straks uit als je deze keuze maakt? En wat vinden anderen ervan? Wat voelen zij erbij? Leun weer terug naar het midden. Leun naar rechts. Dit is de kant van optie B. Of waarom je het niet gaat doen. Wat zijn de redenen, argumenten en gedachten die bij deze kant horen? En hoe voelt het in je lijf als je deze keuze maakt? En wat voor emoties horen erbij? En hoe ziet het er straks uit als je deze keuze maakt? En wat vinden anderen ervan? En wat voelen zij erbij?
leun weer terug naar het midden. En word je nu gewaar waar jouw meerderheid staat. Probeer dat even te voelen. Waar leun je het meest naartoe? Is dat links, optie A, of het wel gaan doen? Is het rechts, optie B, en het niet, of het niet doen? Leun naar die kant. Dit ga je doen. Dit is je besluit. Hoe voelt dat? Wat merk op. Wat word je gewaar? Terug naar het midden. En vraag je nu af, naar de andere kant, waar je net niet naartoe leunde. Vraag je af, wat heb je nodig, mijn minderheid is dat, hè? Wat heeft jouw minderheid nodig om mee te gaan in jouw meerderheidsbesluit? Wat heeft je minderheid nodig om dat goed uit te kunnen voeren? Om mee te gaan. Om het een gezamenlijk besluit te maken. Leun naar die kant en haal even je minderheidswijsheid op. Terug naar het midden. En vat nu je besluit samen. Voor jezelf. Ja, meerderheidsbesluit, wat je al had besloten te doen, aangevuld met de wijsheid van de minderheid. Nou, als het enigszins gelukt is dat te formuleren in de tijd die we hiervoor hebben gegeven, is dit jouw verrijkte besluit. Wij noemen het verrijkt, want het is wijs. Want aangevuld met de wijsheid van de minderheid. En gedragen, want je meerderheid en je minderheid kan dat uitvoeren. Nou, zo meteen gaan we dat toepassen op groepen. Maar als je nou eventjes naar achteren leunt in je stoel. En denkt, ja, dat even aanschouwt. Wat vind je nou van je besluit? Hoe vind je dat? Sommige mensen zeggen, ah, schatje, dat je daar nou zo lang over deed. Och, was dat dan nou zo moeilijk? Of het geeft ineens wat overzicht. Ah, goed gedaan zeg. Wie zegt goed gedaan? Ah, ja, wie zegt iets anders? Wat dan? Kun je het roepen? Ja, wij zijn besluiteloosheid. Toch nog besluiteloosheid. Nou, ik zal zorgen dat jullie op de een of andere manier deze oefening toegestuurd krijgen. En dan kun je hem wat meer gaan voeren. Maar hierin, als je normaal gesproken dit soort dilemma's met jezelf aan het bedisselen bent, dan noemen we dan dat je dan in de soep zit. En alle argumenten lopen door elkaar. En het wordt eigenlijk nooit echt duidelijk. En je hebt er hele gemengde gevoelens bij. Als je het even uit elkaar trekt. En even de wijsheid van je lijf, van je hart meeneemt in je besluit, dan wordt het ineens vaak wat duidelijker. Nou, daar gaan we nog meer mee oefenen. Zo. Hey, wie is er wel eens onderdeel van een groep? Steek je hand op. En wie zegt, nou, dat kan wel eens beter, wat we doen met elkaar. Ja. En wie zegt... Nou, het, eigenlijk vind ik het heel belangrijk om op de een of andere manier bij te dragen aan de maatschappij, aan mijn gemeenschap, aan het team waar ik onderdeel van ben, aan de organisatie waar ik onderdeel van ben, aan mijn studenten. Steek je hand op. Dat zijn we eigenlijk allemaal. Maar het erge is dat als je een groep intelligente mensen bij elkaar zet, dat ze heel goed in staat zijn om hele domme dingen te doen. Wie herkent dat? Ja. En dat zijn wij allemaal, hè? Wij zitten allemaal in die groepen. Stel je voor, het is maandagochtend en je hebt een klein team, een projectteam opgezet. En jullie hebben het voornemen om een soort van klimaatactieplan in te dienen bij de afdelingshoofd of bij het MT. Of nou, noem maar op. Ja?
Nou ja, maandagochtend 9 uur, vrijdag moet dat ingeleverd worden. Er zit er nogal wat druk op, wat urgentie. En, nou, en er is nogal het een en ander gebeurd. Want jij bent, dit weekend ten huwelijk gevraagd. En je bent helemaal in je nopjes. Jee. En sorry, ja, jij had een verkeerd bericht in de brievenbus. Zo'n blauwe envelop, je kent het wel. En je hebt een enorme boete gekregen. En je bent gewoon eigenlijk, want het is ook nog onterecht, dus je bent keiboos. En jij, ja, sorry, Flappy is doodgegaan. Je konijn. En hoe kom je binnen? Je komt heel verdrietig binnen, helemaal in tranen. En wat hebben we dan als neiging? Dan gaan we natuurlijk ons allereerst op jou richten. En dan geven we je een zakdoek en dan vragen we, nou, vertel, hoe heette je eigenlijk? En vertel er eens wat over en hoe lang had je het? En voor je het weet, gaan de eerste kwartiertje daarover. En misschien sterker nog, voor je het weet, heeft die stemming zo de overhand gekregen op je vergadering. En komt er eigenlijk weinig terecht van wat je eigenlijk te doen had met elkaar. Kof, kan je het een beetje voorstellen? He? Je zegt aan het einde van de vergadering, nou, het was wel een beetje een grafstemming. En dat bedoel je vrij letterlijk. Ja? En je hebt er eigenlijk net niet goed genoeg voor elkaar gekregen. We willen eigenlijk dat niks echt de overhand gaat krijgen in onze interacties, zodat we eigenlijk ons volledig potentieel kunnen gebruiken. Dat is een belangrijk principe van deep democracy. Dus niet dat de allerluidste stemmen gehoord worden en niet dat de grafstemming de boel overneemt, of welke stemming dan ook. Wie is er wel eens in een vergadering geweest en dat er dan wordt gezegd, laten we het vooral positief houden, mensen. Herken je dat? Ja? Ja? Dus we willen eigenlijk bij ons volledig potentieel komen, ons wijsheid als groep. En dat wil zeggen dat we niks echt de overhand willen laten krijgen. En wist je dat trouwens? Belangrijk longitudinaal onderzoek van Harvard. Dat de beste voorspeller voor geluk in het leven je warme relaties is. Ja. Dus richt je nergens anders op, nu op je warme relaties en, het klimaat. Want je wil ook over 50 jaar nog warme relaties hebben. En wist je dat de beste bepalende factor voor team-effectiviteit is psychologische veiligheid? Ook keer op keer bevestigd in onderzoek. En psychologische veiligheid wil zoveel zeggen als je kunt zeggen wat je te zeggen hebt. En het wordt ook nog gehoord. En het wordt serieus genomen. Dus of het nou om persoonlijke dingen gaat, of het nou om Flappy gaat, of het gaat omdat je vastdraait in het werk, of het gaat om een ambitie die je hebt, of wat dan ook. Als we ons vrij voelen te zeggen wat we te zeggen hebben, en dat het ook nog opgepikt wordt, dat het gehoord wordt, dan stijgt de psychologische veiligheid. En dat is de belangrijkste bepaler voor onze effectiviteit in onze teams. Nou, in ieder geval heeft het wel zin om daarin te investeren, toch? Laten we kijken hoe we daarin kunnen investeren. Dus stel, oh, deze moet ik hebben. Dit zijn jullie drie. Hè? De een is boos, de ander is verdrietig, de ander is blij. Maar daaronder zit allemaal wat we nog meer zijn. En we willen nog eens niet dat één ding de overhand gaat krijgen, maar dat we daar bij ons wijsheid en potentieel kunnen. Alles wat we nog meer zijn. Alle invalshoeken. Want stel je voor, als we alle invalshoeken bij dat plan kunnen laten gelden, wat we dan met elkaar kunnen doen. Stel je voor dat we van iedere groep al hun ervaring, al hun kennis, al hun talenten, al hun verhalen aan zouden kunnen verwenden voor dat wat we te doen hebben. Nou, dan worden we wijs en dan bereiken we ons potentieel als groep. Want dat is de eerste doel dus van deep democracy. Nou, één manier om dat te doen is de check-in. Wie checkt er wel eens in? Wie heeft wel eens zoiets van, weer inchecken? Ja, ik denk dat inchecken met name tijdens corona een beetje slechte naam heeft gekregen. Want toen werd er gevraagd van, joh, neem eens een keer je favoriete mok mee en vertel er eens wat over. Of laat eens wat zien van je huis. Loop eens even langs en laat eens even wat persoonlijks zien. Ja, dat is leuk, dat is belangrijk en dat was vooral belangrijk toen we in lockdown zaten. Maar op een gegeven moment is het uitgekoud en dan zit er gewoon geen energie meer in. Als we dit nu weten, dat we niet willen dat één ding de overhand gaat nemen, dan is het juist belangrijk om gewoon alles te laten, eventjes in het begin van ons gesprek er te laten zijn.
het even te laten zijn. Dat er even uitgesproken worden hoe het met Flappy is en hoe het met die blauwe envelop is vergaan. En geweldig dat je gaat trouwen. Dus we checken in met elkaar. En we zetten alvast alle stemmen aan. We nodigen alvast alle stemmen uit. Nou, jullie gaan dat zo even in een drietal doen. Kijk maar even om je heen, vorm maar even een drietal. Wil je er een beetje begeleiding bij? Zal ik je even helpen? Even wachten. Even wachten. Dat mag zo. Kennelijk moet er heel veel gezegd worden. We doen het bij Deep Democracy altijd volgens een paar principes. Ja, dus ik wil dat je even deze principes in acht houdt straks. Dat inchecken ga je zo in je drietal doen volgens een paar principes. En ik ga ze eerst even uitleggen. We doen het altijd in willekeurige volgorde. Het cirkel des doods wel. Op het moment dat je je beurt ziet aankomen, ben jij al lang niet meer aan het luisteren. Toch? En we doen het ook sharing en dumping. We delen wat we te delen hebben, we leggen het zo neer voor de groep, maar er wordt nog even niet erop gereageerd. Ja, we stellen onze reactie uit. Aan het einde is er gelegenheid om te reageren. Sharing en dumping. We delen wat we te delen hebben en er wordt nog niet gereageerd. En je bent tijdsbewust, terwijl je alles zegt wat je te zeggen hebt. Of andersom gezegd, zeg alles, maar wees tijdsbewust. Je krijgt straks 5 minuten om in je drietal in te checken met elkaar. Hou daar rekening dus mee. Als je dit thuis wil doen of in je team, stel ronde vragen. Vraag zoveel mogelijk uit. Waarom je hier wel wil zijn, waarom je hier niet wil zijn. Wat belangrijk voor je is, wat niet belangrijk voor je is. Wat je, hoe het gisteren voor je was, hoe het vandaag voor je is, hoe het in de toekomst voor je, hoe je het voor je ziet. Of hoofd, hart, lijf. Wat voor ideeën heb je erbij? Hoe voelt het? Wat ging niet lekker de vorige keer? En ja, wat voor actie verlang je? Dus stel ronde vragen en start altijd zelf. Want daarmee geef je het goede voorbeeld op dat tijdsbewustzijn. Hè? Als jij niet te lang maakt, maakt de rest van de groep het ook niet zo lang. Maar je geeft ook de gelegenheid door wat je zegt, door hoe je je eigen vragen beantwoordt, dat alles gezegd kan worden. Dus er is altijd iets positiefs en iets negatiefs minstens in jouw beantwoording. Dus als ik even met jullie zou inchecken vandaag op deze vragen. Nou, ik had een beetje een rommelige start. Maar het stroomde ineens toen ik mijn voorbereiding zat. Maar ik vond het ook wel een klein beetje spannend toen ik jullie allemaal zag binnenkomen. Ah, en nu ben ik wat meer ontspannen. Wat belangrijk voor me is, is dat jullie weggaan met wat gereedschap. En dat jullie zin hebben om iets ermee te doen. In ieder geval regelmatig eventjes met elkaar inchecken. Wat belangrijk is voor mensen, wat nodig is en hoe ze erbij zitten. Nou, wat ik nodig heb is dat je me aanschiet naderhand als je niet begrepen hebt. Of dat je even een berichtje stuurt. Of dat je als je een keer daarin wat support wil, uitreikt. Ik ben er namelijk heel erg gecommitteerd aan dat we een diep democratische cultuur met elkaar creëren. Want er zit zoveel mogelijkheid, zoveel potentie in onze groepen. Nou, dat is mijn check-in. Jullie gaan het nu popcornstijl doen. Willekeurige volgorde in je drietal. Sharing en dumping. Deel wat je te delen hebt en er wordt nog even niet gereageerd. En tijdsbewust. In 5 minuten zeg wat je te zeggen hebt. Maar hou er ook rekening mee dat er 2 anderen zijn. Ja? Ga je gang. Hoe zit je erbij? Wat is belangrijk voor je vandaag? Wat heb je nodig?
is ongeveer... Dat is ongeveer 5 minuten, mensen. Tijd om af te ronden. Als je mij kan horen, steek je hand even op. Als je me kan horen, steek je hand op. En stop dan ook met praten. Je 5 minuten is voorbij. Is het gelukt om iedereen te laten spreken? In ieder geval iedereen te laten inchecken? En hoe ging dat met dat niet reageren? Reactie uitstellen. Het principe van sharing en dumping, waarmee we beginnen elk diepdemocratisch gesprek met een check-in. En dat principe van sharing en dumping is het allerbelangrijkste. Want we zijn enorm sociale wezens en we willen voortdurend in interactie zijn. Sommigen meer dan anderen, sommigen minder dan anderen, maar in principe wel. En dat principe van sharing en dumping betekent dat je eigenlijk veel meer... Ja, een ongefilterd antwoord krijgt. Veel meer gewoon vanuit wat er echt leeft binnen iemand. En dat is het, de opmaat naar het gesprek waarin we met elkaar wel de interactie opzoeken. Naar de dialoog. Naar elkaar bevragen. Hoe zit je erin? Hoe zie jij het? Dus de check-in doen we eigenlijk altijd eerst sharing en dumping, zodat we eerst alle stemmen gehoord hebben. Elk perspectief. Bijvoorbeeld... Wat is belangrijk voor je ten aanzien van deze agenda? Wie werkt er met agenda's in vergaderingen? Een heleboel mensen. Wat is belangrijk voor je? En wat hoeft niet zo? Het zou zomaar kunnen zijn, doordat je dat van iedereen gehoord hebt, dat je heel snel en effectief door de vergadering kan. Het zou ook kunnen zijn dat het heel erg uit elkaar ligt. En dan weet je dat dat uurtje wat je voor die vergadering gepland hebt, niet voldoende gaat zijn. Dat je op een ander moment terug moet komen op die belangrijke onderwerpen. Of dat je met elkaar eens een keer een gesprek moet hebben over wat is belangrijk en wat niet. Dus we krijgen door in te checken met elkaar alvast de gelegenheid om elk perspectief uit te nodigen. Waarna we gaan reageren op elkaar. Elk check-in eindigt met, wat speelt er zo al en wie wil er reageren? Wie heeft er een vraag? En het grappige is, even terug naar ons voorbeeld over Flappy, het gewicht wat Flappy in de schaal legde in onze interactie, als we die reactie uitstellen, wat kleiner is. Dan hoeft het niet de boel over te nemen, als het ware. Maar goed, je kunt ook een heftige check-in met elkaar hebben. Er kan ook iets gewoon echt op tafel komen wat gewoon belangrijk is. Of heftig. Dat betekent dat je vergadering anders gaat lopen. Maar het is in ieder geval op tafel. Want... veel mensen kennen de metafoor van de ijsberg. Hè? Freud kwam ermee. Je hebt het gedrag van de individu en die wordt aangestuurd door zijn driften, met name had hij het over. Maar gewoon al je ervaringen, je genen en je opvoeding, et cetera. De cultuur waar je onderdeel van bent. Dit is eigenlijk ons samengeklonterde ijsberg. Dit is de ijsberg van de groep. En eigenlijk alles wat we zeggen komt in het groepsbewuste. En daar kunnen we iets mee vanuit deze methode. We kunnen niks als het niet gezegd wordt. We kunnen alleen maar gissen of we kunnen het bespreekbaar maken. We kunnen het aansnijden. In het groepsonbewuste zit dus veel, veel meer. Daar zit ons wijsheid en potentieel als groep. En de voorwaarde om te komen bij ons wijsheid en potentieel van de groep is dat we zeggen wat we te zeggen hebben. En dat er ook nog iets mee wordt gedaan. Dus we oefenen ons in diepdemocratie in openhartig luisteren. Dat wil zoveel zeggen als, soms ben ik bereid mijn eigen overtuigingen, mijn eigen monopolie op de waarheid te parkeren en echt met een open hart te luisteren. Om echt het perspectief van de ander te onderzoeken. En we oefenen ons in vrijmoedig spreken. De vrijheid voelen om te zeggen wat je te zeggen hebt. Soms een beetje meer moed, als het een beetje spannend is. Vanuit de gedachte, we zijn zelf verantwoordelijk voor wat we zeggen en wat we niet zeggen.
Maar als groep zijn we verantwoordelijk voor een cultuur waarin dingen gezegd kunnen worden. Dat ze echt gehoord kunnen worden. Als leidinggevende heb je hier een belangrijke rol te spelen. Dus als dit de oefening is, dan kunnen we vast allerlei redenen met elkaar bedenken waarom dit wel makkelijker gezegd is dan gedaan. Wat maakt dat jij je niet uitspreekt op het moment dat je ergens iets van vindt, ergens iets bij voelt, als iets jou raakt? Probeer eens met elkaar in datzelfde drietal een lange lijst te maken. Zo van heel veel voorbeelden waarom jij je niet uitspreekt op het moment dat jij echt iets ergens van vindt. Ja, ga je gang. Zullen we samen kijken of we een lange lijst kunnen maken? Rond je gesprek af. Rond even af. En als je klaar bent, steek je hand op. En hou je hand omhoog als je mij hoort. Laten we kijken, nu begint het namelijk het leukste deel van de masterclass. We gaan een vangspelletje doen. En laten we kijken of we een lange lijst kunnen maken met elkaar. Wat zijn nou zo al de redenen, al die eigenlijk heel legitieme redenen waarom je je niet uitspreekt als je ergens iets van vindt? Want ja, als jij na 2 jaar corona de lockdown zegt en iedereen is weer vrolijk op kantoor en de borrels worden al georganiseerd en jij zegt, ik wil eigenlijk online blijven werken. Ja, dan gaat iedereen zich ertoe verhouden. Gaat iedereen zich er iets van vinden. Wat hebben we nog meer voor redenen? Steek je hand op en dan krijg je deze aangereikt. Hoppa! Oh. Waarom spreken we ons niet uit? Wij spreken ons niet uit, dus ik spreek over wij, omdat we echt delen deze frustratie, is dat het feit dat er vanuit het MT, binnen onze organisatie, opleidingsmanagers, absoluut geen enkele ruimte wordt gegeven om hier echt op een diepe democratie te praten over didactisch model dat nu veranderd wordt in onze opleiding. Met een compleet nieuw didactisch model, dat zorgt voor ontzettend veel frustratie en ellende. En ze willen niet de hele organisatie daarbij betrekken. En dat zorgt ervoor dat wij... Een paar van ons spreken ons wel heel vaak uit, maar dat we het niet meer gaan doen. Omdat we het idee hebben, het wordt gewoon klein gehouden bij een klein groepje mensen die bepalen hoe het gebeurt.
Zorg er nou eens voor, geef de ruimte aan mensen om hun frustratie te uiten. En die ruimte wordt eigenlijk vanuit het MT niet gegeven. Ja, dan gaan mensen niet meer zeggen wat ze ervan vinden, of die denken, het heeft geen zin. Dankjewel. Wie herkent daar iets van? Steek je hand op als je er iets van herkent. Niemand gaat nu turf hoor. Wie nog meer? Andere redenen om je niet uit te spreken? Hoppa! Dit wordt leuk. Vertel. Hi, Eva van Heeswijk, Commerciële Economie. Dankjewel, Karim. Merk ik bijvoorbeeld? Ik heb nog niet voldoende kennis over een onderwerp om te zeggen, nou, dit is mijn mening, want je zou dan onderzoek moeten doen of je moet eerst je verdiepen of andere experts door laten informeren voordat jij zegt wat je ervan vindt. Dat merk ik echt als belemmering. Ja, wat doet mijn mening ertoe? Misschien ben ik iets te junior hiervoor. Heb ik niet voldoende ervaring of ik ben net nieuw. Ik moet hier nog even iets langer over nadenken. Ik ben eigenlijk niet zo heel primair. Ik heb eigenlijk liever even wat meer tijd om over de dingen na te denken, et cetera. En alles moet snel, snel. Nou, zo nog wat meer. Wie nog meer? Wie wil ons aanvullen? Binnen ons groep, Jesra Wiersma, FT, dus faculteit techniek. binnen ons groep speelt vooral veiligheid een belangrijke rol. Dat we veilig voelen met elkaar over bepaalde topics, denk ik. En als ik bij mezelf vaak kijk, had ik net laatst over taalbarrière. Hoe uit ik mezelf duidelijk? Hoe weet ik dat de ander begrijpt en dat hij juist doorvraagt van heb ik je goed begrepen, in plaats van een conclusie trekken. En dat maakt het voor mij dan vooral lastig om uit te spreken soms in meetings, zeker waar MT of belangrijke leden bij zitten. Ja, je herkent daar iets van. Ja, om welke reden dan ook. Ja, ik hou me gewoon in, want ik beheers taal wat minder. Ik weet niet of het veilig is. Ik weet niet of ik erop afgerekend word. Dankjewel. Nog eentje. Oh, helemaal naar achteren. Go for it. Wow, mooi woord. Oh. Bijna iemands haar eraf, maar... Voor mij is de reden waarom ik me af en toe niet uitspreek, is omdat ik gewoon nog heel erg emotie voel bij wat er op dat moment bij mij gebeurt. En dan verlies ik nuance, heb ik niet altijd zin dat die emotie zich helemaal uit en dat iedereen dat ziet. Want die emotie zorgt er ook voor dat ik soms niet eenmaal openhartig kan luisteren. Dus dat eerst verwerken voordat ik ook de crux heb van wat ik wil zeggen, zorgt ervoor dat ik niet altijd vrijmoedig spreek. Ja, goed. Dankjewel. We kunnen vast nog wel even doorgaan. En ondertussen mag je zorgen dat ding deze kant op komt. Ik weet niet of hoe ver je kan gooien, maar... Ja? Gaan we door? Ja. allemaal redenen waarom we ons niet uitspreken. En ze zijn echt allemaal legitiem, want ze zijn van ons. En we kunnen echt nog wel even doorgaan. Ik doe deze oefening soms 20 minuten in mijn trainingen. En het is niet zo dat het dan weg is, toch? In deze metafoor wordt het een vis. En het begint als een guppie. Ja, een beetje een vrolijk guppie. Of zo'n Finding Nemo visje, weet je wel. Kom volgende keer wel. Ja, dus stel je voor, je hebt een goed idee. Je wil dat inbrengen bij de rondvraag. En de rondvraag, er is geen tijd voor. En de volgende vergadering denk je, ik schiet alvast de voorzitter aan. En kunnen we dat even bespreken? Ja, natuurlijk. Maar goed, er is crisis en punt 2 neemt de hele vergadering in beslag. Jij denkt, oké. De volgende keer stuur je een memo rond, zo van, kun je dat alvast even lezen? En dan bespreken we het. En dan vraag je in de vergadering, wie heeft het gelezen? En er gaat één vinger omhoog. Je kan je zo voorstellen dat jouw gevoel zo in de tijd een beetje verandert. Wat begon als een visje, begint een beetje te groeien. En als het uiteindelijk, als we maar lang genoeg doorgaan, wordt het een haai. Dat noemen we een haai. En het lastige van haaien is, we doen haaien overigens geen gunst hiermee, en ik ben een groot dierenliefhebber, maar haaien hebben de connotatie van gevaarlijk. Dus het wordt steeds lastiger om het erover te hebben, maar het steeds noodzakelijker om dat te doen. Dat noemen we, in onze methode,
Er gaat sabotage ontstaan. Er gaat gedoe ontstaan. We worden ineffectief als groep doordat er van alles speelt onder de waterlijn. Het is steeds gevaarlijker om onder de waterlijn te kijken, want er zwemmen haaien. Of je weet niet eens wat er zwemt. En we hebben steeds meer de neiging om gewoon weg te kijken. Omwille van de lieve harmonie, de lieve vrede, het conflict vermijden. Wie herkent ervan? Ik ben wel een beetje een conflictvermijder. Ik ga liever niet dat spannende gesprek aan. En het wordt steeds lastiger. Dus dan komen we meteen bij het tweede doel van Diepte Moxie. Als het eerste doel is, haal die wijsheid van onder de waterlijn naar boven. Alles, al ons potentieel zit onder die waterlijn. En spreek dat uit, zeg wat je te zeggen hebt en zorg dat het ook gehoord wordt met elkaar. Tweede doel is, we willen vroegtijdig vissen vangen. Voordat ze uitgegroeid zijn tot haaien. Voordat het gedoe groter is geworden. Voordat we ineffectief worden. Want een heleboel groepen, wat ze doen, is ga maar door. Snel, 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 urgent. Alles is urgent tegenwoordig. Ik weet niet of je daar iets van herkent. Ja? We maken eigenlijk heel weinig tijd voor de echte belangrijke zaken. En dan denken dat het allemaal maar goed komt. Dus Diepte Moxie zegt, we verleggen de vertraging. Want die vertraging, dat komt door dat gedoe, dat komt later wel. We verleggen de vertraging naar het moment dat we er echt iets mee kunnen doen. We gaan vertragen op momenten, zoals zo'n check-in, waarbij we vragen, wat is belangrijk voor je? Wat heb je nodig? Wat gaat er niet zo lekker? Dat we dat ook echt horen en daar iets mee doen. We verleggen de vertraging, zodat we die vissen gaan vangen. En dat ze niet uitgroeien tot haaien. Je legt een, ja, je zou kunnen zeggen, in ieder geval een barracuda op tafel, toch? Zo, pff, daar is hij ineens. Nou, ik hoop dat het MT in de zaal zit en daar iets mee gaat doen. Ja. Ja. Het vereist dus moed om een vis uit te spreken. Hè? Het is niet zo. We hebben het net gezien met elkaar. Er zijn allerlei redenen om je niet uit te spreken. Maar het vereist dus soms dat we het af en toe wat spannender maken. De spanning opzoeken. En er zijn hele goede redenen om ons niet uit te spreken. Dat weten we nu wel. Dus het vereist ook van ons als gezelschap, als team, als community, als groep, als organisatie. Dat we ja, de vissen graag willen horen. Voordat ze uitgroeien. Voordat ze dat gedoe opleveren. En in wat we de sabotagelijn noemen. Kom maar naar de training, zal ik wat meer uitleggen. Maar aan het einde daarvan zit oorlog. Begint met grapjes, smoesjes, geroddel, slechte communicatie, vertragen, opzettelijk tegenwerken, staken en oorlog. Dus als je maar voldoende lang mensen hun stem niet hoort, inspraak niet meeneemt, ja, dan staan ze op straat, dan gaan ze met 5000 tractoren snelwegen blokkeren. Of een A12 met een paar vriendelijke, geweldloze demonstranten. Als we ingecheckt zijn met elkaar, dan gaan we met elkaar het gesprek aan, de dialoog in. Gaan we eerst eens even horen, wie vindt er wat van? Hè? Welk onderwerp dan ook. We hebben een team klimaatplan willen we doen. Stel je voor, nou, wie vindt er wat van? Wat gaan we doen? Wat zullen we doen? Wat krijgen we dan meestal te horen? Ja, de meest luide stemmen. Mensen zoals ik. De dominante figuren. De mensen die altijd aan het woord zijn. De meest senior mensen. De leider. Ja, dus dat noemen we in de methode de la-la-la. Zo van la-la-la-la-la-la. Wat we altijd horen. Dus wat doet Diepte Moxie? Die zegt, nu moet je vertragen. Nu je de la-la-la hebt gehoord, moet je vragen, wie heeft er nog een heel ander idee? Wie ziet het daadwerkelijk anders? Wie heeft een ander perspectief dat we nog niet gehoord hebben? Wie wil iets inbrengen die ons wat verder kan brengen? Dat noemen we gaan actief op zoek naar het alternatief of we gaan op zoek naar de li. En dat klinkt soms als la 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 li. Dat is een echte dissonante noot. Een echt afwijkend geluid. Hoe afwijkender, hoe moeilijker het dus is om die uit te spreken. Dus wat doen we dan? Dan zeggen we moeten dat verspreiden. We moeten het afhalen van die minderheid die zo moedig is geweest om dat uit te spreken. De barracuda op tafel te leggen of het afwijkende noot te laten horen, het echt afwijkende standpunt. Dan zeggen we,
En wie herkent daar iets van? Bij wie leeft dat ook een beetje? Het hoeft niet helemaal 100% te zijn, maar we trainen ons ook om elk perspectief in onszelf te herkennen. Ook al staan we er lijnrecht tegenover. Dus wie herkent daar iets van? Of, als jij zelf een li inbrengt, dan kun je jezelf verspreiden. Ja, dus wij zijn allemaal niet per se leidinggevende, of we zijn niet de gespreksvoorzitter, of we zijn in onderzoeksgroepen of in samenwerkingen voor onderzoek, waarbij de partner nogal belangrijk is, et cetera. Allerlei redenen om je wat voorzichtiger op te stellen. Dan zeg je, nou, ik zie het toch anders. Herkent daar iemand iets in? Of ik voel me toch een beetje niet zo helemaal lekker hierbij. Herkent iemand dat? Dus je verspreidt jezelf. Daardoor wordt het makkelijker om die li uit te spreken. Als groep kunnen we natuurlijk, en als leidinggevende al helemaal, als gespreksleiders, regelmatig vragen wie heeft een heel ander idee en wie herkent daar iets van. Maar als je niet in zo'n situatie bent, ik voel me er toch niet helemaal lekker bij. Herken je dat? Of er is iets in mij dat het toch even iets anders erbij voelt. Herken je dat? Dus jezelf verspreiden noemen we dat. Zodat het niet kleeft aan jou als eenling, als moedige, dappere vogel die dat dan durft uit te spreken. Maar dat het van de groep wordt ook. Het hoeft maar een klein beetje te zijn. En in stap 4 zeggen we, we gaan wel diep democratisch met elkaar besluiten. Of we gaan wel democratisch met elkaar besluiten. We gaan dus de meerderheid laten. We gaan stemmen en de meerderheid beslist. En je mag. En wat stemregels, je mag 1 keer stemmen, je mag je onthouden van stemmen, de meerderheid beslist. Maar, onze democratie houdt dan op, hè? 76 zetels, de helft minder, net iets meer dan de helft van het land vindt X, de andere helft vindt Y, of die, met 51% vinden we, de 49 moet maar meegaan. Zo werkt het niet. Zo krijgen we een hoop gedoe. Dus dan zeggen we, en het is niet geworden wat jij wilde. Wat heb jij nodig om mee te gaan in het besluit? Herkennen we hem nog? Als je naar de andere kant leunde en vroeg, wat heb je nodig? Dus we vragen aan de minderheid, wat heb je nodig om mee te gaan in het besluit? Om zo het hoogst haalbare na te streven met elkaar. We houden niet van slechte, slappe compromissen. We houden niet van asiel deals. Ik ga even eentje erin gooien, ik weet niet of je hem kent. Maar de compromis waar niemand blij mee is. Nee, we zeggen we volgen de meerderheid, maar we verrijken dat besluit met de wijsheid van de minderheid. Daarmee krijgen we, als het goed is, als het ware, het hoogst haalbare. Wijs, want verrijkt met de wijsheid van de minderheid. En mogelijk gedragen. Dat het ook daadwerkelijk uitgevoerd gaat worden. Want wie heeft nog wel eens de ervaring van, ik vond dat besluit eigenlijk niet zo heel slim. En ik kijk wel. Ik kijk er nog wel uit. Of die organisatieverandering. Ik ga wel naar de training, maar voor de rest ga ik gewoon door met wat ik aan het doen was. Of al dat gedoe, doordat we achterwege laten mensen echt inspraak te geven. Dus we nemen de wijsheid van de minderheid mee en mogelijk hebben we dan meer gedragen besluiten. We gaan naar een afronding toe, maar ik zou het wel fijn vinden als je een kleine oefening doet met z'n drieën. Ga eens even in 7 minuten misschien, met elkaar een gezamenlijke kleine klimaatactie bedenken. Ja? We hebben wat te doen met elkaar. Iets wat je met z'n drieën kunt uitvoeren of iets wat je apart van elkaar in ieder geval met anderen gaat doen. Want wel in een groep, hè? Dat je nu iets meer gaat recyclen, prima. Maar, dus laat je, kijk maar even hoe je invloed kan aanwenden. Wat voor gezamenlijke actie of in groepen waar je onderdeel van bent, kun je doen? We gaan in 6-7 minuten dit doen, niet veel meer dan dat. Dus verzamel alle invalshoeken. Wacht. Oké, go. Vraag dan wie heeft er nog een ander idee? Verspreid dat.
Kijk of je het een beetje kan toepassen, de methode. Hoe laat begonnen we eigenlijk? We begonnen wel iets later, toch? We begonnen wel iets later, toch? Een paar minuten extra. Eén minuut nog. Eén minuutje nog. Eén minuutje. Tijd om af te ronden. Je bent er vast nog niet helemaal uit, want ik gaf je een onmogelijke opdracht. Tijd om af te ronden met elkaar. En als je me kan horen, steek je hand op. Dat betekent dat we gaan stoppen met praten. Wie is er tot aan stap 1 gekomen en niet veel verder dan dat? Wie heeft er gevraagd? Hey, en wie heeft er nog een heel ander idee?
En heb je dan vervolgens ook gevraagd, en herken je daar iets van? Of wie herkent dat een beetje? En wie is tot een besluit gekomen, of in ieder geval wat voorstellen? Oh, kijk. En hebben jullie toen gestemd? Steek je hand op of je toen gestemd hebt en de meerderheid besloten heeft. En heb je vervolgens gevraagd, wat heb je nodig om mee te gaan in het meerderheidsbesluit? Dan heb je het heel goed gedaan. Gefeliciteerd. Met je eerste diep-democratisch gesprek. Kijk, mensen vormen culturen en culturen vormen mensen. Als we met elkaar denken, hier zit wel wat wijsheid in. We zouden wat meer wijsheid en potentieel van de groep willen aanzetten. We zouden eigenlijk wel wat vaker de vissen willen vangen voordat ze uitgroeien tot haaien. Ja, dan moeten we met elkaar een diep-democratische cultuur creëren. Ja, want het gaat over hoe overleggen we, hoe praten we met elkaar, wie beslist wat. Mogen afwijkende meningen er zijn en mag conflict er zijn? Kunnen we zinvol conflict met elkaar hebben? Kunnen we het af en toe wat spannender maken en zeggen wat er echt te zeggen is, zodat we het weer mag gaan stromen? Zodat we, ja, misschien harmonie bereiken met elkaar. En heel veel mensen hebben dit beeld van harmonie. Toch? Ja, vooral geen conflict. Maar ja, harmonie is eigenlijk een reeks goed opgeloste conflicten. Daar komt echte harmonie uit. Niet het uit de weg gaan van wat er niet gezegd mag worden. Dus, en wat daarvoor nodig is, is dat we gaan zeggen wat we te zeggen hebben en dat het ook echt gehoord kan worden. Dat er echt iets gedaan ermee wordt. Als je meer wilt weten, training wilt volgen bij ons, bij Human Dimensions, kijk op dieptemocracy.nl. Ik ben Karim Marek, zoek me op. Ik blijf ook nog hier even hangen, dus als het nog niet helemaal duidelijk is in zo'n uur masterclass, dan hoor ik het wel. En volgens mij hebben we tijd voor één woord check-out of één zin check-out met je groepje. Nee, eigenlijk laten we het gezamenlijk doen. Hoe ga je weg? Met welke ideeën, gedachten, voornemens ga je weg? Twee mensen. Wordt vervolgd. Dankjewel. Iemand anders? Ja, hier ook. Hiervoor. Dankjewel. Ik ga vooral weg met inspiratie voor de teamdag die we hebben met onze opleiding over anderhalve week. Om daar nog meer mensen uit te nodigen om met alternatieve ideeën te komen. Dus dank daarvoor. Dankjewel. Hartstikke leuk. En ik zeg altijd als ik uitcheck. Sorry? Nee, want ik heb wel een microfoon. Ik zeg altijd, als je wat vaker incheckt met elkaar en echt alle stemmen hoort, wat is belangrijk voor je en wat heb je nodig? En hoe je erbij zit. En als je maar wat vaker vraagt, wie heeft er nog een heel ander idee en wie herkent daar iets van? En als je vraagt, wat heb je nodig om mee te gaan in het besluit, ben je goed op weg om met elkaar een diep democratische cultuur te creëren van openhartig luisteren en vrijmoedig spreken. Dat was hem.